Jacomien Soer eindigde als tweede in de finale van Echte Meisjes in de Jungle en hoopte op de hoofdprijs, vooral omdat ze het geld goed kon gebruiken voor een specifiek doel. De Urk, ster wilde namelijk een vaatwasser aanschaffen. Gelukkig kwam Michelle, de uiteindelijke winnares van het programma, haar te hulp. Hoewel Jacomien oorspronkelijk van plan was het prijzengeld te gebruiken voor de gewenste vaatwasser, verliep het niet zoals gehoopt. In reactie hierop werd er zelfs een crowdfunding opgestart om Jacomien te helpen haar doel te bereiken. Bij Show News deelde Jacomine haar verrassing en dankbaarheid over deze actie. Er is van iets heel kleins iets heel groots geworden. En nu is er dus gewoon een crowdfunding opgestart voor mij, zodat ik een vaatwasser kan kopen. Het is eigenlijk heel lief, maar ik voel me echt een beetje bezwaard. Uiteindelijk bleek de crowdfunding niet meer nodig te zijn, omdat Michel het initiatief nam en Jacomine de gewenste vaatwasser schonk. Jacomine deelde haar verbazing. De vaatwasser heb ik gekregen van Michel Bibi. Want die heeft de finale natuurlijk gewonnen en ik ben tweede geworden, dus zij heeft van het bedrag waarschijnlijk een vaatwasser voor mij gekocht. Jacomine verwachtte aanvankelijk iets anders, maar tot haar verrassing stond er een vaatwasser voor haar deur in plaats van de verwachte bloemen. Nu, met het geld dat al was opgehaald via de crowdfunding, heeft Jacomine een vriendelijke suggestie. Ik weet niet hoe dat zit, maar als je het al stort, krijg je het denk ik niet meer terug. Dus stort het en geef het aan iemand die het echt nodig heeft. Jacomine Zoer werd bekend op nationale televisie dankzij haar verschijning in Urk. Vorig jaar kondigde ze aan uit de real life soap te stappen.